ga nu laten zien hoe je goed de naam aanleert van je hond. Wat is er belangrijk bij het aanleren van de naam van je hond? Dat hij begrijpt wat hij moet doen als hij die naam hoort. Wat doen wij vaak? De hond is aan het snuffelen en roepen dan vervolgens Vicky, Vicky, Vicky. Wat wordt dan Vicky? Vicky wordt dan snuffelen of Vicky wordt naar een andere hond kijken of Vicky betekent afgeleid zijn. Dus als je echt zeker wil weten dat je hond goed zijn naam begrijpt, dan moet je hem kunnen noemen en dan draait hij zijn hoofd om en zou hij eigenlijk, als je het zou vertalen in mensentaal, zou hij zeggen tegen jou, ja, wat is er? Dus ik ga je laten zien met dit pupje hoe je dat doet. Wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je minimaal 2 brokjes voor nodig. Wat gaan we doen? We gaan het ene brokje weggooien. We gaan zeggen, pak het maar. We gaan achter de hond staan. En als we achter de hond staan, dan wachten we tot de hond naar ons kijkt. Als hij het brokje opgegeten heeft, kijkt hij naar ons, noemen we de naam. En als hij dan bij ons komt, krijgt hij nog een brokje. Oké, ik ga het even demonstreren. Ik heb een brokje hier. Ik gooi het weg. Ik zeg, pak het maar. Ik sta achter de hond. Puk, goed zo, meis. Knapje, hoor. Ik gooi weer het brokje weg. Ik zeg, pak het maar. Ik ga achter de hond staan. Puk. Ze komt en ze krijgt het brokje. Nu kan ik ook de vorige oefening er nog in verwerken door hem weg te gooien. Ik zeg, pak het maar. Kijk, zie je. Ik pak eerst weer het halsbandje en ik geef haar weer een brokje. Ik gooi het brokje weg. Ze zegt, pak het maar. Ze kijkt naar hem zo meteen. Pik. Goed zo, meisje. En ik geef haar weer een brokje nadat ik het halsbandje heb gepakt.